Het is 30 december 2009 en het is een bijzondere dag. Want wanneer mag je nou in de Amsterdam Arena spelen? Als je ontzettend goed bent en als je ook geld verdient met je voetbal. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar vandaag is het een feestdag. Volkswagen organiseert de Volkswagen Masters voor de D-junioren. En dan loopt er ongelooflijk veel talent. Twee keer eerder werd het toernooi gespeeld. Toen werd het gespeeld in Zeist op het KVB Sportcentrum. Ja, dit is natuurlijk iets bijzonders, want als je niet voetbalt kan je een rondleiding krijgen vanuit het museum of andere leuke dingen doen. Maar het gaat natuurlijk om het voetbal. Het voetbal op het grote veld. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Het is zo leuk om die kleine aapjes hier te zien voetballen op het grote veld. Want als je dan boven staat, dan zie je het allemaal wel. Maar dan zie je niet echt helemaal die gezichten en de bewegingen en de snelheid en de techniek. En dat is het leuke eigenlijk van deze leeftijdsgroep, die D-junioren. Dat is de groep dat je eigenlijk voor het eerst echt voetbal gaat zien. De E en de F lekker laten gaan. En eigenlijk ook in die D nog lekker laten pingelen. Maar dan begint het echte werk. En dat zie je, ze nemen veel van de televisie over. Een beetje vasthouden, ze doen dan gekke dingen, gek juichen, met elkaar staan voor de wedstrijd. Maar toch ook heel erg de tactiek en de techniek. Welke club ben je? Van Alexander 66. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan? We hebben 1 keer verloren en 1 keer gewonnen. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja, vind je de kick? Ja. Rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all. Het is de derde keer dat dit toernooi wordt gehouden. 2 keer heeft AFC gewonnen. Het leek erop alsof jullie eruit gingen, maar een beetje geluk hè nu. Ja, dat klopt. Maar we hadden een schot vanaf de 16 en die hield de keeper nog maar net. En we waren steeds in de aanval daar en toen Spijkenissen, die linksbuiten dus, die komt vrij en die kopt hem weer in. Dan verlies je met 1-0 en dan ga je op doelsaldo door naar de halve finale. Ja, klopt. Ja, geweldig. Dus nu moet het echt gaan gebeuren. Ja. Heel veel succes. Dank u wel. Bij de echte profs gebeurt het nooit. Er zitten nooit 2 ploegen die tegen elkaar moeten spelen in de finale in 1 kleedkamer. Maar toevallig, kijk maar hier op de deur, AFC en Spijkenisse zitten bij elkaar in de kleedkamer. Wat ga je doen tegen AFC? Dat ga ik niet vertellen natuurlijk waar AFC bij zit. Ze weten het al. We gaan in ieder geval proberen te winnen. Hè? Dat is in ieder geval. Het is de revanche voor de finale van vorig jaar. Ja, we hebben vorig jaar 2 keer de finale van AFC verloren. En dit toernooi en daarna nog een keer. Voor de rest starten we eigenlijk met dezelfde 11. Steven,
met Rick, met Nigel en met Ale. Op het midden starten we weer met Jair en met Michael. In de punt naar voren starten we dus weer met Benny. En voorin starten we weer met Vincent. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Somewhere you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. En jij werd uiteindelijk zomaar de verrassing, want je pakt die penalty, hè? Ja, score! En hartstikke trots natuurlijk. Ja, zeker. Had je niet gedacht dat jij de held van de dag zou worden? Nee, eigenlijk niet. Dat zeg je natuurlijk wel. Natuurlijk wel, ja.